Andermaal komt Amsterdam in de ban van een nieuwe rage. In tegenstelling tot de hula hoop, die bij jong en oud in de gratie was, is deze nieuwigheid uitsluitend een zaak van de jeugd. Uit Engeland kwam de springstok, de hippo-hip, naar de hoofdstad, waar hij op een zaterdagmiddag op de Noordermarkt werd geïntroduceerd. Naar goed Amsterdamse trant in wedstrijdvorm. Een aantal jeugdige Jordanertjes, al aardig in de nieuwe kunst bedreven, maakten vreemde bokkensprongen. Na het keerpunt werd het een kwestie van uithoudingsvermogen. Een enkele artiest zag zo werkkans zich te verplaatsen zonder de handen aan het stuur. Zijn prestatie werd nog overtroffen door een concurrent die ontdekt had hoe je de stok in zijn achteruit krijgt. Het is niet onwaarschijnlijk dat de hippo-hip in Amsterdam een stormachtig succes zal worden, ondanks de tegenstand die er misschien zal komen van zwartkijkers.